Nou, het is heel mooi natuurlijk, de Schouwplaats. We zijn er een tijd mee bezig geweest, want die beelden hebben natuurlijk historie. Met samen met de grote Schouwburg op het Zuidplein. Die lagen her en der verspreid. Het was ook een wens van de coalitie toen wij begonnen in 2010. Dat er wat beelden ook in het Zuiderpark kunnen. Het park leent zich daar fantastisch voor. Het park is heel mooi en je hebt ook wel plekken nodig. En naast alle speelgelegenheden ook waar je een beetje van de natuur kan genieten. En beelden spelen daar een belangrijke rol in. Dus dat is een beetje een plek voor reflectie en van weet ik veel wat voor mooie ideeën je kan krijgen. Ik heb een stuk muziek gecomponeerd op initiatief van de deelgemeente en van Camille Verschuren. Die dit kunstwerk heeft gemaakt. Het is wel mooi dat Camille mij net vroeg. Van wil je nou hier weer een stuk maken voor Charloes? Want ja, hier ben ik ook met dat project begonnen, zeg maar. En ja, ik heb de muziek zo gemaakt dat er op 6 verschillende plekken verschillende dingen te horen zijn, maar die passen wel allemaal in elkaar. Is er nog een naam voor het stuk? Het heet Charloes Canon. Nou, dit is een hele mooie plek erbij, bij het lange afstand wandelpad. En dat is verrassend. Dan loop je door het park en ineens, hey, liggen er wat beelden. En die beelden hebben ook nog historie en dat wordt hier uitgelegd. Dus wij zijn heel erg blij dat we dit samen met het Centrum Beeldende Kunst van de stad hebben kunnen doen.